Don't stop. Don't stop. Sinds kort brengen we jullie ook al het nieuws omtrent PC-games. En welk genre wordt daarbij uitstek gespeeld op de PC? Juist, het real-time strategy genre. Daarom vroegen wij jullie welke RTS-games het best waren en in deze de 10 zie je de uitslag. De laatste plaats vinden we al een bekende naam, namelijk die van Warhammer 40k. Met Dawn of War 2 bracht ontwikkelaar Relic Entertainment onze spannende RTS-game waarin de Orks, Space Marines en andere Warhammer-rassen het tegen elkaar opnemen. Een andere titel van Relic staat op plaats 9. Company of Heroes is een unieke strategiegame die wereldwijd met lof ontvangen werd. Het spel speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en jij stuurt twee Amerikaanse units aan in hun strijd om Frankrijk te bevrijden. In de game op de 8e plaats draait alles om trucs en afleiding. In plaats van met brute kracht te overwinnen, zul je in Ruse listen moeten bedenken om de Duitsers te verslaan. Want ook deze game speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de 7e plek draait alles om mythische wezens en goden. In Age of Mythology reis je af naar de oudheid en moet je als admiraal Arkantos van Atlantis door de werelden van de Grieken, Egyptenaren en Noren reizen. Onderweg ga je de strijd aan met mythische wezens als de Cyclops en Minotaurus. Maar ook goden als Thor en Poseidon komen langs. Van de game die we op de 6e plaats vinden is onlangs een vervolg aangekondigd. Die game brengt je naar de toekomst, maar met anno 1404 blijven we nog even in het verleden. In anno kies je een eiland uit om een stad op te beginnen. Vervolgens laat je deze groeien en bloeien. Naast bouwen staat ook handel en oorlog centraal in de game. Warcraft 3 is de eerste game van Blizzard die we tegenkomen in deze 10. Deze RTS-klassieker staat op de 5e plaats. In Warcraft 3 ga je aan de slag met de mensen, orks, night elves en undead en beleef je het verhaal vanuit al deze perspectieven. De game werd met veel lof ontvangen en een uitbreiding in de vorm van The Frozen Throne kon dan ook niet uitblijven. In de game op de 4e plaats nemen de Amerikanen en de Russen het tegen elkaar op. De Sovjet-Unie valt Amerika binnen en het resulteert natuurlijk in een wereldwijde oorlog. Je kunt zelf kiezen aan welke kant je speelt en zult vervolgens jouw kant naar de overwinning moeten leiden. Aangekomen in de top 3 vinden we gelijk de nieuwste game uit de lijst. Shogun 2 Total War kwam in maart uit en biedt, zoals wij van de Total War serie gewend zijn, enorme slagvelden en tal van opties. De game speelt zich af in het Japan van de 16e eeuw en jij kiest een clan om daarmee vervolgens heel Japan te veroveren. Op de 2e plaats staat de populairste RTS-game van vorig jaar. We hebben het natuurlijk over StarCraft 2 Wings of Liberty, de game waar Blizzard-fans al jaren op gewacht hebben. Wings of Liberty vertelt het verhaal van de Terrans. Komende uitbreidingen zullen zich richten op de Zerg en de Protoss, maar daar moeten we nog even op wachten. De Age of Empires serie heeft bij RTS-gamers voor vele uren vermaak gezorgd. Het derde deel staat dan ook op een verdiende eerste plaats. In de game kies je uit 8 verschillende Europese machten en is jouw doel om Amerika te koloniseren. Sinds de release in 2005 zijn er 2 uitbreidingen op de markt gekomen die de spelervaring verder uitbreiden.
Age of Empires 3, rated T for Teen.